Ja, en zo meteen in Cultuur in Actie een gesprek met minister van Engelshoven. Wel bijzonder en goed dat ze hier is, want ze stapt toch een klein beetje in het hol van de leeuw. Maar voordat er met haar gepraat gaat worden, een gast aan tafel die ja, eigenlijk misschien op Europees niveau nog wel belangrijker is. En het is heel bijzonder dat zij tijd heeft gevonden om vanavond hier naartoe te komen, helemaal vanuit Duitsland. Mevrouw Angela. Angela Merkel, ja, ja. Inderdaad. Ja, Angela, ja. Ja. Vindt u het goed dat ik Nederlands... U spreekt alle talen, hè? Ik spreek ook, ook Nederlands. Jij kan gewoon... Mag ik jij zeggen? Ja hoor, dat is goed. Mag ik... Ik zeg wel u, daar voel ik me comfortabel. Vind ik ook iets beter. Ja, hè? Ja. Dat dacht ik ook al. Een beetje rangen und standen. Mag ik vragen, wat heeft u gedaan dat u het zo belangrijk vond om vanavond af te reizen naar Nederland en hier te praten? Nou, moet je luisteren. Richard. Ja. Ik heb me ook ingelezen. Ja, ja. Ja. Ik ben een zeer bekantiges... Richard Groenendijk. Ja, ik weet. Ja, ik weet meer over jou dan jij leuk vindt misschien. Oh ja, dat ja, kan. Maar goed, het gaat nu even niet over jou. Het gaat even over mij en mijn betrokkenheid lastig, bij de cultuur. Nou, wat er gebeurt, dat weet jij waarschijnlijk heel goed, want jij bent natuurlijk ook een betrokken kunstenaar. Mm-hmm. Dat is dat in heel Europa zitten we eigenlijk in dezelfde schuit. Cultureel ook. En hoe Nederland... moet ik gewoon rustig vertellen hoe de Nederlandse regering omgaat met de Nederlandse kunst en cultuur. Daarom vind ik het fantastisch deze week dat die hier plaatsvindt. Dat is eigenlijk om de haren uit je zak te trekken, om dat eventjes zo te zeggen. Die ken ik niet, maar bijzonder. Nee, nou, en dat bedoel ik eigenlijk niet eens van, oh, het gaat allemaal zo. Nee, het is oké, er is misschien niet veel geld, oké. De boel moet gered. Oké, dat lukt misschien niet bij iedereen. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat er geen hart uit de zaak spreekt. Dat er niet wordt getoond van, we vinden het echt heel erg, maar we kunnen niet meer dan dit. Er zijn twee dingen aan de hand. Ik denk dat we meer kunnen dan dit. Ja? Er zijn een heleboel zaken in de cultuur die vallen om. Kleine theatertjes, die vallen om. Zelfstandige kunstenaars, die vallen om. Die zijn op het einde van deze crisis niet meer wat ze waren. Die moeten iets anders gaan doen. Kleine theatertjes met name zijn heel belangrijk voor bijvoorbeeld mensen als jij, cabaretiers. Als mensen, grote artiesten, niet meer kunnen try-outen in kleine theatertjes, waar straks maar 100 mensen in mogen. Al die 100 mensen in kleine theaters kunnen die niet in, want die zitten veel te dicht op elkaar. Dat gaat niet meer. In grote theaters kunnen wel 100 mensen, want die kunnen lekker ver uit elkaar. Wat gebeurt er met de kleine theaters? Gaan dichtvallen om zijn weg. Ja. Ik denk dat dat in Nederland voorkomen kan worden. Nederland, daar ben ik soms jaloers op, is uniek in zijn cabaret. Er is heel veel cabaret, er is veel kleinkunst. Nederland is daar uniek in. Ja. En dat is niet alleen lachen, maar ook mooie muziek, mooie kleine theatergroepjes, mooie voorstellingen. En met name de vrije producties en de cabaretiers die zelfstandig werken zonder subsidie, die... Nou, die krijgen weinig tot niks. De sierteelt krijgt, geloof ik, heel veel geld hier. En wij, nou ja, schandje. U weet veel van Nederland. Zei ik nou wij? Ja, ik weet niet hoe ik dat zei. Nou, u bent een betrokken Duitser. Ik ben zeer betrokken. Ik denk dat je kan... Dat is ook wel eens anders geweest. Maar dat is... Bent u nu blij dat ik er ben of niet? Ik ben heel blij dat u er bent. Nou, daarom zou ik mij niet een beetje in het harnas jaren. Nou, okay. Maar goed, wat ik maar wil zeggen is volgens mij duidelijk dat ik denk dat er meer geld vrijgemaakt kan worden. En dat gaat echt om geld. Het gaat niet om, oh, die mensen hebben zo'n passie voor hun werk. Zelfs de koning was gisteren bij een theater. Ja, en die zei, ik hoop dat we snel weer... En je zag ook dat hij ongeduldig was. Je zag het aan zijn kop, hoofd. Je zag dat hij ongeduldig was. En dat hij eigenlijk wilde zeggen, die mensen hebben wel een passie, maar het is ook gewoon werk. En dat is het. Hij wil zo snel mogelijk naar 100 man publiek en naar volle zalen toe. Dat sprak hij ook uit. Ja, nou, dat wil natuurlijk eigenlijk iedereen. En dat je niet naast elkaar kan zitten, dat moeten we respecteren. Dat is nou eenmaal zo. Alleen moet er dan meer steun komen. En als de steun niet van de regering komt, dan moeten artiesten zelf iets verzinnen. En om die artiesten een zetje te geven, en daarom ben ik hier eigenlijk ook, is om de fakkel door te geven. Dus ik heb een liedje geschreven. Ach. Ja. En vond ik heel leuk om te doen. Ik dacht opeens, als ik straks stop met bondskanselier, dan ga ik zingen. Nou, en dan ga ik op straat zingen, want er zijn geen theaters meer in Nederland. Maar goed, nee, dat is een beetje een doemscenario. Even mijn haar goed doen. Ja. Oh. Ik heb een lied geschreven, Richard. En dat heb ik een beetje rappend gedaan. En dat heb ik gemaakt samen met een andere kunstenaar, Susanne Matthijssen. Aha. Die heeft een hele goede beat gemaakt, een dikke Duitse disco. En dan ga ik straks op rappen. Wou ik hier doen? Mag dat? Ja, van harte. Dat is natuurlijk een primeur. En dan geef ik het stokje door aan iemand anders uit het cabaret. En zo maken wij allemaal liedjes en clipjes. En dan daarvan... kunt u het zien op YouTube en dan kunt u doneren, zodat de kleine theaters open blijven. Al vind ik het gênant
dat de kunstenaars dat moeten doen. Maar goed, iemand moet beginnen. Ja, en misschien dat mevrouw van Engelshoven, als ze dit ziet, ik weet niet waar ze is, maar als ze het ziet, stel je voor, ja, als ze het ziet, dat ze dan denkt, nou, ik vind het zo'n leuk initiatief, als nou iedereen inderdaad mooie liedjes maakt en dan kunnen anderen doneren, dan leg ik wat bij. Ja. Zou ook kunnen. Of ze maakt zelf ook een liedje. Nee, dat lijkt me geen goed plan. Oh, dat lijkt ons geen goed plan. Tot slot, nu bent u leider van een veel groter land dan Nederland. Ja. Waarom is cultuur zo belangrijk voor een land? Omdat het zorgt voor verbinding. Het zorgt ervoor dat mensen zich dingen kunnen blijven verbeelden. Dus dat de dingen niet zijn zoals ze zijn of zoals je ze leest. Dat je niet alleen maar gelooft dat het waar is, dat het wij tegen zij is. Maar dat je ook kan denken, wat voor kleur je ook bent, wie je ook bent, waar je ook bent, waar je ook vandaan komt. We hebben allemaal de verbeelding nog. En kunst en cultuur spreekt de verbeelding aan. Het spreekt de humor aan. En die twee zaken verbinden mensen. En dat zorgt ervoor dat je niet alleen bij wijze van spreken dat een land een lichaam is met verschillende dingen. Maar dat er bloed doorheen gaat. En dat we kunnen ademen. En dat we kunnen zijn. En meer dan dat, dat we echt kunnen leven met elkaar. En dat het belang daarvan niet onderschat moet worden. Het belang daarvan lijkt me nu evident helemaal naar mijn goede uitleg. Ja. En nou, dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk. Maar Nederland moet echt meer, er moet meer bij om de boel omhoog. Ik vind het goed wat jullie doen en jullie willen niet negatief overkomen, maar je mag best zeggen, meer geld. Ja, precies. Voor hoeveel mensen gaat u een handtekening zetten? Want u bent de eerste Duitse die hier gaat tekenen. Nou, wel, voor heel veel ben ik bang. Ja? Voor heel Duitsland ook? Maar als ik me eventjes verplaats in bijvoorbeeld ik noem één klein kunstenares. Eén die ik echt goed vind, die ook in de top 5 van NSC Handelsblad stond gisteren. Ja. Sanne Wallis de Vries. Oh ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Nou, die gaat op tournee. Moeilijke collega, lastig in de omgang, maar heel goed. Schijnt, ja. Heel schijnt, goed, ja. Het is niet makkelijk, hoor. Ja. Maar Sanne Wallis de Vries, die heeft een productie, die is gestopt. Ja, en die tour, daar weet ik toevallig met 6 mensen. Ja. Maar daarvoor heeft zij producties gedaan, zoals Sweeney Todd. Er zaten wel 40 mensen, er zat het Gelderse Orkest bij. En hoe moet je het indelen? Hoe doen jullie dat? Nou, dat zijn wel mensen die... Dat is natuurlijk allemaal geweest. Maar de mensen die op dit moment aan de show van Sanne Wallis de Vries... En Sanne zelf natuurlijk, zou ik ook voor tekenen als ik u was. 6? 6 mensen totaal. Nou, dan wil Oh nee, een impresariaat natuurlijk! Ja, hoeveel zitten er daar? 10? Nou, precies, 16. 16 alweer. Nou, die tellen we op bij de 581.739. Nou, ja, het is een druppeltje, maar het is... Nee, ja, het is een fijne druppel, hoor. Ik bedoel, je zal ze op visite krijgen vanavond. U gaat hier tekenen achter mij. En dan zou ik zeggen, neemt u plaats achter de microfoon. Nee, u gaat eerst tekenen. Ik heb echt respect voor u, maar ik hou wel de regie in handen zelf graag. Vind ik leuk. Dus eerst even tekenen. Ik ook aantrekkelijk. Ja, dat is aantrekkelijk in een man, hè? Ja. Ja. Dus ik ga tekenen, hoor. We willen allemaal een handtekening van Angela Merkel. Dat gaat gewoon eerst gebeuren. Zijn er ook stiften? Ja, dat weet ik niet. Die ligt daar. Ik zou graag van de stoel opstaan, maar ik zit hier aan vast. Doet dan alleen mijn naam of wat? 16 naam? Ja, namens de 16 mensen alleen uw naam. Ja hoor. Helemaal goed. En heel fijn dat u hier was. Een grote eer. Ik zou zeggen, neemt u plaats daar op het podium. En dan gaan wij kijken naar een primeur, dames en heren. Hier is Angela Merkel met haar eerste, nou maar, met haar debuutsingle. Voor de kunst, voor de kunst. Door de Ingrid, kijk naar Duitsland, kijk naar mij, hoe wij de crisis hier bestrijden. Nee, dat is geen spielerij, dat is met uiterste precisie uitgedacht und in balans. Met visie Ingrid, juist bij muziek, theater, tanz. Beroepen met publiek zijn in Holland zo de lul, ze zijn de laatste die weer mogen. En tot die tijd is het nul, nul salaris, nul vooruitzicht. Ing, sla jij nou in de wind, dat een cultuurramp op je afholt. Doe je ogen open, kind. Doe je ogen open, wijten op een rij. Zie wat van belang is, met je maatschappij. Doe je ogen open, wijten op een rij. Zie wat van belang is, met je maatschappij. Rutte, kijk naar Duitsland, kijk naar Duitsland, kijk naar mij. Hoe kun je kunst zo slecht bedelen? Wil je een schweinescheißerei? Cabaret alleen nog buiten, Rembrandt in een boerenschuur. Ihre kinder, du moet wezenloos, want geen literatuur. Maak en Ingrid, ogen open, feiten op een rij. Zie wat van belang is voor mens und maatschappij. Laat me niet geloven dat je denkt dat kunst behang is. Vertel me dat je weet dat het van vitaal belang is. Dans!
verdelen voor de langere termijn. Geef me anders even Wopke Hoekstra aan de lijn. Wopke, luister, het is toch eigenlijk werkelijk waar om de haren uit je zak te trekken dat Schiphol zo'n heel groot bedrag krijgt en dat de kunst- en cultuurwereld zo weinig. Terwijl eigenlijk moest het zo zien, kunst en cultuur, dat zijn de insecten, dat is belangrijk en vitaal en divers. En Schiphol, dat is eigenlijk een grote olifant. The number you have dialed has not been recognized. Wirklich. Please check and try again. Ja, dat was een primeur hier, jongens. De debuutsingle van Angela Merkel. En daarmee is voor mij althans vanavond het einde aangebroken van mijn presentatie hier. Maar zometeen dus hier Frank van der Linden in gesprek met minister van Engelshoven. Dus ik zou zeggen, zeker blijven kijken. Ik vond het heel fijn om hier vanavond uw host te zijn. Iedereen achter de schermen, onwijs bedankt. Keihard gewerkt. Ik wens u nog een hele goede avond en wie weet tot ziens.